De Meilandjes hebben een maand lang in een rijtjeswoning in Uithoorn gewoond voor de opnames van hun nieuwste tv-show Château Bijstand. Hierin ervaren ze hoe het is om rond te komen van een bijstandsuitkering. Ze bezochten tal van lokale winkeliers en buurtbewoners, maar die laten zich in de showmedia behoorlijk negatief uit over de tv-familie. Martien Meiland is er bijvoorbeeld al meermaals van beschuldigd een act op te voeren. Zo zegt de eigenaar van de Uithoornse vestiging van de bekende kaaswinkel Alexander Hoeve dat Martien in het echt heel anders is. Deze bewuste meneer Ari verklapt in de story, toen Martien een seintje kreeg dat ze zover waren, ging dat handje van hem omhoog en liep hij als Martien Meiland de tv-ster de lunchroom in. Na 10 minuten stond hij weer buiten. Het is poppenkast, die act van hem. Martien is nep. Wat vindt Martien van al die kritiek? Jair Verwerda vraagt het hem voor zijn item in Jinek. Er was een beetje kritiek op jou, van, is het wel allemaal echt wat we te zien krijgen of is het allemaal een beetje de acteur Meiland? Martien geprikkeld, mensen hebben al gelijk een vooroordeel. Dan denk ik, hoezo ga jij gelijk al lopen spuien? Jair, het is een beetje een trucje aan het worden nu, de Meilandjes. Martien, ja, nou, als iemand dat vindt, dan moeten ze dat vinden. Wij hebben gewoon denk ik een heel goed programma neergezet wat 10 weken op de buis is en laat ze eerst maar eens kijken en dan een oordeel vellen.